ben André Kuipers, astronaut voor de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. En ik ben een half jaar, 191 dagen, aan boord van het ruimtestation. Dat wil zeggen, twee dagen in de Soyuz en een halve dag in de Soyuz terug. Maar het grootste deel van de tijd in het ruimtestation, wat om de aarde heen draait, met een snelheid van 28.000 km per uur en iets van 400 km boven het aardoppervlak. Dus ik draai 16 keer per dag rondjes. Nou, iedereen kent wel de opnames van de buitenkant, hoe de aarde eruit ziet, dat is natuurlijk ook heel mooi. Maar de binnenkant is ook heel interessant. Dit ruimtestation is ondertussen heel groot. Het is iets van 100 bij 80 meter, inhoud van een groot passagiersvliegtuig. En het bestaat uit verschillende modules. Japanse modules, Europese modules, Amerikaanse, Russische. En we beginnen met de rondleiding helemaal achterin het ruimtestation. En we zijn nu op dit moment in de ATV, dus de Automated Transfer Vehicle. Dat is een onbemand vrachtschip wat verschillende functies heeft. Het brengen van voorraden. We zien hier al zeg maar de rekken waar al die voorraden in zitten. Boven, onder, overal wordt het gebruikt. En zodra zo'n ruimteschip leeggehaald is met kleding, dat kunnen apparaten zijn die gebruikt worden, dan wordt het gevuld met dingen die weg kunnen. Dus afval, oude kleding en apparaten die niet meer gebruikt worden, verpakkingsschuim, noem maar op. Er bestaat uit twee delen. Hierachter zit het gedeelte zonder lucht, dus hier kunnen we in als bemanning en kunnen we de voorraden uithalen. Maar hierachter zitten dus de motoren, de zonnepanelen en ook de tanks voor bijvoorbeeld water en andere zaken als lucht en zuurstof. En die worden ook aangevoerd. Dus die voeren we in het station via leidingen. Dus dat zijn de voorraden die we brengen. Het is, het is nieuw, het is een half jaar blijft het hangen. En daarna dan gaat het weer terug en het verbrandt in de atmosfeer. Dus dat is een van de vrachtschepen die aankoppelen in het ruimtestation. Nou, hier allemaal dingen die weggaan. Ondertussen hebben we het al uitgepakt en we gaan het straks weer inpakken. Als de ATV aankomt, dan installeren we allerlei dingen zoals brandblussers en gasmaskers. Ja, dit is gasmaskers. En dan voor het geval er een noodgeval is, dan kunnen we hier eventueel een brand blussen mocht dat gebeuren. Ja, wat interessant is om even te zien, de voorkant van de ATV die koppelt dus aan het Russische ruimtestation. En dat is een Russisch koppelstuk, dus een Europees ruimteschip met een Russisch koppelstuk. En hetzelfde koppelstuk dat zie je bij de Soyuz capsules. Dus dit draait om en deze, hier is een stang die komt naar buiten, we kunnen dat straks beter zien bij de Soyuz. En die koppelt in het luik van het ruimtestation en vervolgens wordt het naar elkaar toegetrokken en dan kunnen deze luiken open. We gaan eruit, we gaan naar de voorkant van het ruimtestation toe. Dus het eerste wat we tegenkomen is het Russische segment. Dus dat is de hoofdmodule, de service module. Dan moeten we door een kleine opening heen. En dan zien we bij die openingen zien we vaak dit soort klemmen. Dus dit zijn de twee stukken van de ATV en het ruimtestation die tegen elkaar aangekoppeld zijn. En dit zijn de klemmen die extra stevigheid geven aan het geheel. En wat we ook zien, dat zijn dit soort sensoren. Dat zijn die meten de luchtsnelheid. Dus mocht er ergens een lek zijn, dan gaat de lucht daarheen en het wordt geregistreerd en dan kunnen we op de computer zien waar het lek zich eventueel bevindt. Nou, nog even de luiken zelf, rubber ringen die het allemaal luchtdicht afsluiten als zo'n luik dicht gaat. Dan zweven we nu die kant op, gaan we naar het Russische segment. Nou, het Russische segment is er al een tijdje. Dus ook wordt het intensief gebruikt. Je ziet allemaal gereedschap langs de muren met hoofdlampen. Of als je dingen doet die stoffig kunnen zijn of gevaarlijk of ijzerdeeltjes, dan heb je de brillen op. Allemaal gereedschappen. En aan deze kant hebben we het toilet. Natuurlijk uitermate belangrijk.
En waar we ook veel training ook op krijgen. Want ja, het zit allerlei elektronica in, allerlei apparatuur. We kunnen even binnen kijken. Het is een chemisch toilet wat betreft de urine. Dus de urine wordt opgevangen in zo'n slang. En dan wordt vervolgens wordt het weer gebruikt. En dat zullen we straks zien in het Amerikaanse segment om drinkwater te maken. De ontlasting gaat in een dergelijke container. Als die vol is, dan gaat het bijvoorbeeld in de ATV of een Russisch vrachtschip. En het wordt dan weer verbrand. Er is allerlei elektronica. Dus we moeten wel altijd in de gaten houden of het systeem goed werkt. We komen hier in het grote gedeelte van de SM. En twee van mijn collega's, Alec, terwijl commandant van het ruimtestation en commandant van de Soyuz, Sergei, voor zijn eerste vlucht. En ja, dit is bijvoorbeeld het eetgedeelte. Dus hier kunnen we onder andere eten. Hier eten dit is het Russische deel, maar we wisselen. Soms eten we hier, soms eten we in het Amerikaanse deel. We kunnen blikjes warm maken in dit soort ovens. We kunnen ze instoppen en dan kan je ze opwarmen. En we hebben bijvoorbeeld warm water, kunnen we uit dit systeem halen. Dus dan maak je een zakje, dat doe je hier aan vast. En haal je het hendeltje over. En dan kan je gewoon zeggen hoeveel milliliter je wil. En zo krijg je bijvoorbeeld. Dat ziet er lekker. Avondpuree met stukjes met champignons, bijvoorbeeld. Je hebt een appetit. Nou, overal zie je natuurlijk apparatuur die gebruikt wordt. Dit is bijvoorbeeld apparatuur voor de loopband. Overigens van NASA. Want de loopband die is hier op de vloer. Dat is de eerste loopband. Dat is de zogenaamde TIGIS. Dus hier trainen de cosmonauten op. En dat moet je natuurlijk vastmaken aan zo'n aan de riem, anders zweef je natuurlijk weg. Dus hier wordt op gerend. We hebben een andere, de tweede, de T2. De T2 die is het Amerikaanse deel. Afval, dat gaat in dit soort zakken. En als het vol is, dan gaat het in de afvalcontainer. Hierachter eigenlijk hier de kajuta's, een Nederlands woord, kajuit. Van het Russische segment. En Alex slaapt dus rechtop. En ja, hier zijn dus twee van deze kajuta's. En er zijn nog vier slaapplekken in het Amerikaanse segment. Wat we verder hier zien is bijvoorbeeld de communicatie-elementen. Dit zijn de ATU's van de Russen. De pont-abonnetten. Dat zijn de communicatiesystemen. En hiermee praten we dus met de grond. Hier achter ons is het interessant te zien. De Russen houden heel erg van tradities. En we hebben hier foto's van Gagarin en Koroljov bijvoorbeeld. En natuurlijk ons logo van Expeditie 31. En wat interessant is, zijn die filters. Dat zijn de roze dingen zijn de inlaten voor de luchtventilatie. We hebben geen convectie. Dus je moet expres lucht laten stromen, anders verzamelt de kooldioxide zich om je heen. Als je wat kwijt bent, een lepel of een pen, dan kan je na een tijdje kan je dat vaak daar weer vinden. Nee. Wat we overal zien, is het voedsel. We hebben blauwe dozen voor Amerikaans voedsel, rode dozen voor Russisch voedsel. En we mixen dat, we eten dat van alle kanten. En de zakjes van het Amerikaanse voedsel, dat kan je hier in warm maken. En dat zijn twee platen en dan kan je dus de metalen zakjes tegenaan doen en dan wordt het aardig heet. Dus dat is goed spul. Oké. Ja, zeker. Ja, chibis. Ja, dit is een element wat gebruikt wordt voor de landing. In een week naar de landing toe wordt hierin getraind. Dus dit breekt onderdruk aan in onderlichaam. De cosmonauten doen dit alleen. En dat leert het lichaam weer om te wennen aan het feit dat het bloed in je benen thuis hoort. En dit, achter dit paneel zit de elektron. En de elektron die maakt zuurstof uit water. Dus die splitst dat en die maakt daar zuurstof uit. En we hebben een dergelijk systeem ook in het Amerikaanse segment. Dus dat is heel gunstig, dus recyclen zoveel mogelijk het water. Dan komen we in het spannende gedeelte. En hier zien we Gennady, de commandant van de Soyuz op mijn eerste vlucht. En zodra wij weg zijn is hij commandant van de Space Station. Het is de tweede keer dat ik dus met Gennady in de ruimte ben.
Wat we hier hebben, een heleboel camera's, want we hebben hier allerlei ramen in de vloer zitten. Dus hier worden veel foto's natuurlijk genomen. Daarnaast zien we ook deze apparatuur en dit is amateurradio. Dus ik heb ook diverse keren met radioamateurs in Nederland kunnen praten. En dat gaat heel leuk. We gaan natuurlijk snel eroverheen, dus het is vaak kort. Maar het is leuk om dat vanuit hier te doen. Wat interessant is in het rustsegment is dat er velcro, klittenband, over het hele station zit. Dus overal kan je dingen opplakken. Dat is anders dan het Amerikaanse segment. Overal zie je laptops. Ja? Overal zie je laptops, het ruimte wordt bestuurd met laptops. Nou, het interessante ding is, wat ik vanmorgen nog gedaan heb, ik zweef nu. Dus de vraag is, hoe zwaar ben ik? Nou, voor de terugkeer naar Soyuz is dat belangrijk. Want je mag niet boven een bepaald gewicht zijn voor de stoel van de Soyuz. Dus dat meten we bijvoorbeeld met dit apparaat. Dit apparaat, dat is een veer. We hebben ook een dergelijk apparaat in het Europese lab Columbus. En dat meet je massa. En op die manier kan je gewoon uitrekenen hoe zwaar je zou zijn als de zwaartekracht weer effect op je gaat krijgen, zeg maar, dat je er in je stoel gedrukt wordt. Dit is de brug van het schip. Hier worden dingen bestuurd. Bijvoorbeeld de aankomende vrachtschepen, de Progress, maar ook de ATV. Dus dan hier is het bedieningspaneel voor ATV, is een apart bedieningspaneel. Met de beeldschermen kunnen we de naderende vrachtschepen aan de Russische kant kunnen we hier volgen. Ook nog procedures. We hebben in principe alles elektronisch, maar we hebben hier voor het Russische segment alle papieren procedures. De printer. Want af en toe kan je niet een computer aansluiten en dan heb je printers. Emergency boeken, voor het geval er stroom uitvalt en we helemaal geen computers hebben, kunnen we in ieder geval reageren op brand of stroomverlies en dat soort zaken. Hier is het hoofdpaneel waar het aangeeft waar ergens brand is. Als er een drukverlies is, een gat erop, of als er ammonia vrijkomt. Ammonia wordt gebruikt voor het koelingssysteem dat we hebben. En het is heel giftig als het in de binnenkant van de ruimteschap komt, dan moeten we snel reageren. Voor de druk gebruiken we deze manovacumeters. Helemaal niet elektronisch, helemaal op zichzelf staand en heel accuraat kunnen we zien wat de druk is en hoe dat afneemt. Daar hebben we ook veel op getraind. En brandblussers, zaklantaarns, voor het geval er we dat nodig hebben. Van hier vliegen we naar het oudste stuk van het FGB, die kun je daar zien. En er zit een koppelstuk aan en dan kunnen we redelijk de weg kwijtraken, want er gaat iets naar boven, er gaat iets naar beneden, er gaat iets rechtdoor. Dus laten we even gaan kijken hoe dat eruit ziet. Wat is om te zien, is dat je overal van dit soort ventilatiepijpen ziet. De ventilatie die wordt opgewekt om verse lucht overal te krijgen. En daar zijn deze slangen voor die je snel los kan maken, zodat we snel de luiken kunnen sluiten. Nou, we zijn hier in het koppelstuk aan de voorkant van de service module, van de CEST, zoals die daar heet. Tussen de CEST en de SARIA, de Functional Cargo Block of FGB, heel veel verschillende namen. En die heeft natuurlijk allemaal mogelijkheden. En een van de mogelijkheden is bijvoorbeeld naar boven toe. Dat is een van de nieuwe delen, dat is de MIM-2, MRM-2. En dat is een nieuw koppelstuk. En daar zit bijvoorbeeld een Soyuz aan vast. En dat is de Soyuz, dat is dus de bovenkant van het ruimtestation. Dat is de Soyuz van Gennady, van Joe en Sergei. Dus laten we er even heen vliegen. Je ziet hier overal spullen. Voorraden voor apparaten, afval, nieuwe spullen. Zelfs een ruimtepak van Russische ruimtewandeling is hier opgeslagen. En het is altijd even zoeken. Je kan altijd communiceren, koptelefoons. En je ziet ook verschillende kleuren. Dat is interessant. Het Russische segment heeft allerlei verschillende kleuren. Wat je niet zozeer bij het Amerikaanse deel ziet. Als we hier naar dit stukje gaan, dan zien we daar het luik van de Soyuz. En dat is hetzelfde als van de ATV.
Soyuz, de deur zeg maar van de Soyuz. Kijk, die gaat zo. Als je aankomt, dan is dit dus dicht en dan komt daar een stang uit en die koppelt in dit deel. Dit is het deel van het ruimtestation. Dus die stang die komt in dit gat en dan zetten ze een paar veren zich uit en het trekt zich naar binnen toe. Zodra deze twee delen op elkaar zitten, dan komen in dit gedeelte haken die elkaar grijpen en die trekken zich naar elkaar toe. En als dit helemaal vast zit, kunnen de binnenluiken open. Dus deze gaat op deze manier open en deze gaat op deze manier open. En dan kan je er dus door en heb je een open verbinding. Dus dat is het Soyuz, de ene Soyuz. We gaan straks nog even kijken naar de Soyuz waarmee ik ben gekomen en waar ik mee terug ga. Dus we dalen weer even af. En gaan we naar de andere kant. En ja, wat is boven, wat is onder, het is altijd een beetje verwarrend. Ene moment denk je van dat je rechtdoor gaat en dan kom je ergens naar buiten en dan is alles aan rechts en links en alles is gedraaid. Want we gaan nu deze kant op. Ik kan het zeggen dat het is links, maar ja, wat betreft de aarde is het eigenlijk naar beneden. Dit is de SO. Ik heb hier op mijn eerste vlucht al experimenten gedaan. Dit is de luchtsluis van de Russen. Dus dit wordt afgesloten, de lucht ledig gemaakt. En dan kunnen de ruimtewandelaars die kunnen naar buiten toe. En door deze luiken, er zitten ook raampjes in. En hier gaan de cosmonauten door naar buiten om een ruimtewandeling te maken. Je ziet hier verder zuurstoftanks. En natuurlijk ook de nodige apparatuur. En we zijn net in de ATV begonnen. Dit is het Russische vrachtschip. En dat is de Progress. En die is ook zonder hitteschild, wordt ook niet gebruikt als, zeg maar als afvalboot. We gaan even naar binnen, dan kunnen we zien hoe Progress er van binnen uit. De Progress die brengt onder andere ook brandstof. Dus want de ruimtestation heeft motoren om bijvoorbeeld iets van baan te veranderen of uit te wijken als er afval in de ruimte is. En dat kan een boost doen, dat kan het station een beetje hoger brengen. Maar het brengt ook bijvoorbeeld zuurstof. Met deze systemen hier wordt nieuwe zuurstof in het ruimtestation ingepompt. En ja, zo blijft alles keurig op peil. Dus vracht, brandstof, zuurstof. Net zoals zeg maar de ATV en andere vrachtschepen. En daarna wordt het gebruikt als vuilnisboot. Dus de afval dat gaat erin, wordt losgekoppeld en verbrand in de atmosfeer. Dus dat is de Progress. Ik zal hem straks even laten zien hoe het eruit ziet aan de buitenkant. En dan gaan we vanaf hier gaan we naar het oudste deel van het ruimtestation en dat is de FGB, oftewel het Functional Cargo Block. En het is gebouwd in Rusland met Amerikaans geld en 1998 gelanceerd. En ja, sinds al die tijd is dat hier. Het is eigenlijk een grote opslagruimte. Wat je dus hier vooral ziet is voorraden, voedsel. Er zijn tanks voor het urinesysteem. Van alles achter deze luiken zitten allerlei dingen. Af en toe moet je allerlei dingen verplaatsen om erin te kunnen. En ja, het is maar hoe je erin beweegt. Je kan alle kanten opdraaien. Dit is een doorgangsplek waar af en toe best krap is. als je hier aan het werk bent ook. Zeker als je een experiment moet hebben achter een van deze luiken. En het is ook gebruikt, zeker in het begin, toen het voorste deel van de Amerikanen er nog niet was, is het ook gebruikt als plek waar mensen zich wassen enzovoort. En, ik heb net al verteld, als er een probleem is met een ammonialek bijvoorbeeld, dan dat is het koelingssysteem wat aan de Amerikaanse kant gebruikt wordt. Dus het lek kan alleen in het Amerikaanse deel plaatsvinden. Dan moeten we snel de boel afsluiten tussen Amerikaans en Russisch deel. En dan gaan we hierheen, doen we maskers op,
En we kunnen het meten. Met zogenaamde Draeger tubes zit hierin, kunnen we meten wat de concentratie is. Dus al die emergency dingen, die ook dan oranje zijn, zodat je ze snel kan vinden, die bevinden zich hier. Vanaf hier kunnen we dan zeg maar verder gaan kijken wat we doen. Wat ik al zei, het is ook een plek waar hygiëne, dus alles aan de muren, shampoo, scheerspullen, hygiënekits, spiegel. En tegenwoordig hebben we natuurlijk ook meer ruimte aan de andere kant, maar dit is nog steeds een plek waar het gebruikt wordt. Verder natuurlijk brandblussers. Dat is overigens interessant, de brandblussers aan de Russische kant mogen niet gebruikt worden aan de Amerikaanse kant, want dit werkt op waterbasis. En de brandblussers van de Amerikaanse kant werken op kooldioxidebasis. En die wil je daar niet gebruiken vanwege de apparaten die de kooldioxide uit de lucht halen. Dus het is één ruimtestation, maar er zijn verschillen. Zoals veel 28 volt hier, 120 volt bij de Amerikanen enzovoort. Dus er zijn wat nuances waar je rekening mee moet houden. Nou, dat betekent dat we nu aan de voorkant van het Russische deel zijn. En het eerste deel wat eraan gekoppeld was, daar gaan we nu heen. Dus de koppeling tussen het Amerikaanse en het Russische deel. Dit is het voorste koppelstuk. Ook hier weer emergency apparatuur. Wat we even te nodig hebben, de ventilatie, dezelfde soort luiken. Allerlei kleppen voor de druk, om de druk gelijk te maken. En hier zien we een interessant verschil. We hebben tot nu toe de Russische koppelstukken gezien. En dit voorbeeld is het Amerikaanse koppelstuk. We moeten misschien even een extra lichtje erbij maken. En dan zie je dat het een ander systeem is. Dit zijn namelijk twee stukken die in elkaar grijpen. Dit is dus niet een systeem, mannetje-vrouwtje systeem, zoals het bij de Russen is, maar het is een hybride systeem waarbij twee dingen in elkaar grijpen. Dus hier is Russisch, je ziet ook de kleurverschillen. Dit is oranje, groen, geel zie je, allerlei verschillende kleuren. En dan gaan we naar het Amerikaanse deel en ja, dat heeft veel minder kleuren. En het eerste stuk is de PMA, dus dat is het stuk waarmee het Russische deel aan het Amerikaanse deel gekoppeld. En er zit een bocht in. En dat had te maken met de Space Shuttle koppeling. Dus dat moest een speciaal koppelstuk zijn. Dan vliegen we nu erin. Ja, die PMA. Zo, we hebben het licht niet meer zo nodig. Die PMA, dat is eigenlijk onze voorraadkamer voor hygiënische zaken als ondergoed, handdoeken, scheerspullen, shampoo. En dat bevindt zich allemaal hierin. Dat is interessant, een kleine bottleneck waar we veel doorheen gaan. En het is af en toe best interessant om dat te zoeken, het is helemaal rondom. Waar we ons nu in bevinden, dat is node 1, dus het eerste deel wat gekoppeld is in 1998 tussen FGB en het Amerikaanse deel. Dat is het eerste deel wat we hier hadden. En dit is nu onze tweede eetplek. Dit is een deel van de Russische tafel, die is nu hier geïnstalleerd en hier eten we. Je ziet overigens, we hebben niet die velcro aan de muren, zoals bij de Russen, maar alles met bungees, velcro, tape, koordjes en alles moet natuurlijk vastzitten, want alles zweeft. Of het nou de blik open is, of het gaat weg als je het niet vastmaakt. En het is altijd een uitdaging, want het eten zelf dat zweeft ook alle kanten op. Dus dat blijft altijd leuk om te doen, om mee te spelen. We hebben hier voorraden. Vooral lepels gebruik je eigenlijk om te eten. En dit zijn mijn lepels. En het ding aan de muur voor algemeen gebruik. Wat we verder zien, dit is natuurlijk een bekende plek. We hebben nog niet over de luiken gehad, komen meer op, maar hier kunnen we ook nog even zien hoe snel we gaan. Dat hangt er ook al van het begin.
Ook hier, dus, dat is heel belangrijk, veiligheid in de ruimte, want we kunnen niet naar buiten als de brand is. Of als er een lek is, moeten we snel reageren. We hebben hier bijvoorbeeld apparatuur om te meten waar ergens brand zou kunnen zijn. Dus met deze apparaten kunnen we in rekken meten of er gassen vrijkomen die te maken hebben met brand. Zo kunnen we dingen opsporen. Overal zie je opslagruimtes. En dus achter deze rekken, dat is allemaal opslag. Dus dan hebben we dit soort CTB's, zoals dat heet. Cargo transfer bags, daar heb je verschillende maten van. En hier zitten allerlei dingen in. Hier zitten bijvoorbeeld allerlei extra computers in. Mochten dingen vervangen moeten worden. Zo hebben we ontzettend veel voorraden. En dat varieert van spullen voor experimenten tot... zaken als eten bijvoorbeeld. Daar komen we straks nog op om te laten zien waar dat opgeslagen is. Want we hebben tenslotte hier in nood 1 onze eettafel. Dus we moeten ook nog ergens het eten vandaan halen. En het eten, het voedsel, hebben we hier opgeslagen. Dus hier zien we het eten waar we uit kunnen kiezen. We hebben bijvoorbeeld een zak met allerlei thee. Met drank, met vlees, met eieren en fruit, groentes, noem maar op. Dus daar kun je allemaal dingen uitkiezen. En dit is best gevarieerd. Dit is Amerikaanse eten, maar we hebben ook Russisch eten. We kunnen ook bonusvoedsel hebben we. En dat zit bijvoorbeeld in deze containers. En dat bonusvoedsel, dat mag je zelf uitkiezen. Dus dat betekent dat je de dingen die je lekker vindt, of dat nou Russisch is of Amerikaans, dat krijg je dan als extra. Ik heb ook Nederlandse dingen erin zitten, drop en kaas. Dus dat wordt dan naar boven gestuurd en dat kan je dan ook weer uitdelen aan je collega's. Ook hierboven, allemaal spullen. Wat interessant nog even is, we hebben natuurlijk zoveel voorraden aan boord, dat we dat moeten volgen. Als ik iets wegleg, dan weet de volgende niet meer waar het is. En ik waarschijnlijk zelf ook niet meer na een tijdje. Dus we hebben een zogenaamd inventory management system. Dus het distributiesysteem. En hiermee kunnen we de barcodes lezen. Dus bijvoorbeeld de barcode op dit ding zelf. Dat kan je meten of lezen. En dan weet iedereen waar iets weggelegd is en waar het weer teruggevonden kan worden. Overal camera's. Dan hebben we, laten we eens kijken, want dit is ook weer een koppelstuk. Dus we hebben bijvoorbeeld aan deze kant het Amerikaanse luchtsluis. Laten we daar even naar binnen gaan kijken. Even wat meer wicht maken. Zo. Dit is de Amerikaanse luchtsluis. Dat wil zeggen, dit is het omkleedgedeelte, zeg maar, de kleedkamer. Dus hier wordt alles klaargemaakt voor de Amerikaanse ruimtepakken. Dat zijn eigenlijk gewoon mini ruimteschepen met eigen radio, eigen zuurstof, natuurlijk luchtdicht, verwarming, maar zelfs propulsie. Dus je kan jezelf eventueel in noodgeval kan je ook nog voortsturen met kleine raketjes. En dus hier wordt het allemaal gereed gemaakt. De apparatuur die nodig is. We trainen met dit soort apparatuur heel veel in de zwembaden en als het nodig is dan kunnen we eventueel naar buiten. De pakken zijn helemaal klaar. Je eigen ondergoed met vloeistof die circuleert door je lichaam is allemaal op maat gemaakt. Het is allemaal hier, mocht het nodig zijn. Het ruimtestation is bijna afgebouwd, dus ruimtewandelingen die zijn een stuk zeldzamer geworden. Maar voor noodgevallen moet je eventueel snel naar buiten kunnen. En naar buiten gaan, dat gebeurt in dit luik. Dus daar is het luik waar je door naar buiten kan. En dan gaat dit dus dicht, dit luik, het gaat naar beneden. En dan wordt het vacuüm gepompt. En zo worden daar ruimtewandelingen gemaakt. Dus het kan zowel bij de Russen als bij de Amerikanen. Nou, dan gaan we nou eens kijken wat er hier in de bodem zit. Dus we zweven hier in dus nood 1. En op mijn eerste vlucht... sliep ik hier. Dus dit was mijn slaapplek. Want er was niks onder. Maar nu hebben we daar wel iets onder. We hadden van modules die tijdelijk aangekoppeld werden. Die werden door de Space Shuttle gebracht, de MPLM's. En er is er eentje die is permanent gemaakt. Dat is de PMM. En dat is nu zeg maar de kelder. Dus
Ja, daar hebben we een leuke plek van gemaakt om voorraden op te slaan. Nou leek het net alsof ik naar beneden ging, dat ga ik, ging natuurlijk ook, maar als je er eenmaal in bent, dan lijkt het wel alsof je rechtop staat en je voelt je hier als het ware in een onderwatergrot. Overal zijn spullen, soms weet ik ook niet meer wat onder en boven is, en links en rechts, en kan heel verwarrend zijn, omdat het ook elke keer weer verandert. En omdat het gevoel was dat je onder water aan het duiken was in een grot en dan voel je soms, je voelt je soms een zeeleeuw in gewichtsloosheid. Dus daar hebben we deze dingen opgehangen. Dit zijn de strips van de voedselpakketten. We maakten eigenlijk onze onderwaterplanten van. En dit is als het ware de kelp. Dus je voelt je als een zeeleeuw die tussen het onderwaterwier doorzwemt. Dus zo hebben we toch nog een beetje groen aan boord. Ja, hier zien we dus al die spullen. Daarachter hebben we de afval, dus dingen die weg kunnen. Dat zijn zakken met oude kleding, etensafval, noem maar op. Verpakkingsmaterialen die weg kunnen. Of apparaten die niet meer functioneren. Of dit soort steunen die alleen nodig zijn bij een lancering van een rek bijvoorbeeld. Dus dat zit allemaal, dat is allemaal hier. En dat gaat straks weer weg. Common trash. Nou, dat gaat bijvoorbeeld de ATV in. En dat verbrandt weer. En hier bijvoorbeeld. Hier zitten dus spullen in die we nodig hebben. Of die mee teruggaan. Hier zitten bijvoorbeeld spullen in die ik straks weer mee terugneem naar de aarde. Dat zijn samples die genomen worden van de lucht bijvoorbeeld. Dan kunnen ze op de grond kijken hoe de lucht samengesteld is hier. En het zijn dus, en het is een voorraadkamer. Dit is het kledingmagazijn bijvoorbeeld. En we hebben hier office supplies. Dus allerlei papieren en pennen mocht dat opraken. Dus dit is een plek waar we, gelukkig hebben we deze plek, want anders was het natuurlijk niet meer te doen in het ruimtestation. Er zijn een hoop spullen hier aan boord. Ja, als we daar dan uitvliegen, dan is het natuurlijk de vraag, waar ben ik? Want dan kom je naar buiten en dan denk je, oh, dit ziet er toch eventjes anders uit. En wat is daar onder en boven? En dat is altijd een beetje verwarrend. Dan denk je, oh ja, daar is de eettafel. Dus laten we eens om gaan draaien. En dan is dat, dan weet ik ongeveer waar ik zit. Dat betekent dat we kunnen oversteken naar nood 3. Dus dit is nood 1 en dit is nood 3. Gaan we ook nog even kijken hier. Dit zijn de luiken. Dus dit zijn de luiken die snel dicht kunnen in een noodgeval. Je haalt die hendel over, je haalt dit over en je kan dat luik, dat schuif je zo dicht. En het zit aan de andere kant ook een. Dus afhankelijk van waar het lek is, want dan duwt het luik weer open, kan je de luiken dicht doen. Soms moeten we dat oefenen, we hebben het één keer gehad. Dat er een object in de buurt van het ruimstation kwam en we niet wisten of het ons zou raken, doen we uit voorzorg de luiken dicht. Dit is een heel interessante module, want de nood 3 die wordt heel erg gebruikt voor sport, maar ook voor hygiëne, dit is toilet, en naar buiten kijken. En we gebruiken alle kanten. Dit zou gewoon de vloer moeten zijn, maar het toilet staat hier rechtop. Maar als we bijvoorbeeld gaan kijken wat hier op de vloer staat, dit is een apparaat om de waterzuiverheid te meten of er organische stoffen in zitten. Maar hier zie je een andere structuur, en dat is namelijk de loopband. De loopband staat onder een hoek van 90 graden. Dus als ik loop, dan loop ik op de muur. En mijn schoenen, die hangen aan het plafond. Dus hier hebben we harnassen. En die hebben we nodig, want anders die maak je vast hier aan de loopband. En anders vlieg je natuurlijk weg. En zo ren ik dan. Dus ik ren op deze manier, zeg maar, een 90 graden hoek. Dus, en dan ziet het er ineens heel anders uit. Ik heb hier een laptop, dus we kunnen even draaien en dan heb ik een heel ander blik. Dus laptop om een film te zien, dit is een display, dan kan ik zien wat ik ga rennen. Er zijn elke dag een nieuw met sprintjes ertussen of een lange duur, dat oefenen we hier. Dus ineens zien de dingen er anders uit. Dus wat ik al zei, we hebben renschoenen, in gewichtsloosheid heb je geen schoenen nodig.
Maar als je gaat rennen wel, want je wordt door die banden word je op die band, loopband neergedrukt. Dus nou, die klem je dan hier weer onder. Dus hier heb ik mijn schoenen, harnas. Dus nu ziet het ineens zo eruit. Dus het is een heel andere module geworden. Als we nou weer terug gaan, let's turn back. Ik werk hier namelijk ook aan andere dingen, bijvoorbeeld deze tank. Deze tank heb ik vandaag aangesloten en die zit vol met water of urine en dat pompen we in het systeem. Want die urine die wordt weer gebruikt om water uit te maken. En dat gebeurt ook in het toilet. Hier is het Amerikaanse toilet en dat is interessant. Het is hetzelfde toilet als bij de Russen, maar interessante systemen. Hier achter deze panelen wordt de urine opgevangen en alle apparatuur waarin de urine opgevangen wordt. Er zitten speciale chemische stoffen worden toegevoegd en dat komt dan in een tank hierboven. En voorbereide urine die wordt weer gebruikt om weer gewoon drinkwater uit te maken. We gaan dat straks weer allemaal vastmaken. En hier onder de bodem, maar ook in de andere rekken, is de apparatuur waarbij uit de urine weer de slechte stoffen gehaald worden, de afvalstoffen, en er wordt gewoon weer water uitgemaakt. En hier kunnen we een beetje een blik werpen op hoe dat er een beetje uitziet. Dus hier zien we alle verbindingen, alle tanks, en er zijn er dus meer dan onder deze rekken, waarbij zeg maar het water, waarin het water gereinigd wordt. En zo'n tank die is zelfs ook weer die kan zelf weer leeggepompt worden en hergebruikt worden. We gebruiken zoveel mogelijk opnieuw. Dus het water wordt gereinigd, wordt drinkwater uitgemaakt. Ook water, het zogenaamd technisch water, wordt gebruikt om in de elektron of in het systeem hier om weer zuurstof uit te maken. Dus in dit rek wordt zuurstof weer gemaakt, dus het water wordt gesplitst. Zuurstof komt hier weer uit bijvoorbeeld. En dan hebben we dus ook nog waterstof, hè? Dus zuurstof en waterstof. Dat waterstof, dat ging vroeger, ging het de ruimte in, maar nu gebruiken we dat weer. Want het uitademingsgas, de CO2 die ik uitadem, die kan je ook weer gebruiken. Dat wordt opgevangen in de Sidra of in het Russische systeem. En die CO2 van de Sidra die wordt gebruikt met de waterstof en er wordt weer water uitgemaakt en methaangas. Nou, als we ook nog voor het methaangas gaan verzinnen, is het helemaal rond. Dus we doen zoveel mogelijk aan recycling. Dit is ook een plek waar we ons wassen. We sporten elke dag, dus veel transpireren. Dus we wassen ons hier mijn kit en er zitten dingen als tandenborstels, dat soort zaken, tandpasta. Hier zie je mijn dingen die ik nodig heb om te rennen, hartmonitor, koptelefoontjes om naar je muziek te luisteren. Je ziet overal zie je handdoeken drogen. Alles wat je transpireert, wat je uitgaat, dat wordt weer teruggewonnen uit de lucht. Het lijkt heel bruin, maar dat is de kleur van de Russische shampoo. En we hebben Amerikaanse shampoo, ook Russische shampoo, die is bruin. Dit is de Amerikaanse no rinse, dus we hoeven zo veilig mogelijk water te gebruiken. Dus het is apart, we kunnen niet echt douchen. Nou zijn we dus weer rechtop, maar als we dan doorkijken, dan zien we hier nog een apparaat. Dus we kunnen deze kant even opkomen. En dan staat dit ding, staat op zijn kop, want dit is de fitnessruimte, dit is het apparaat waarmee we dus gewicht heffen. Nou hebben we geen gewicht, dus we doen het met vacuümcilinders. Het is dus omgedraaid, dus ik train op mijn kop, tenminste, voor mij staat alles nu recht. Zo ziet het hele module er weer totaal anders uit. Want dit is het platform waar je op staat en dan kan je met deze balk, kan je dus met deze bar, kan je dus gewicht heffen. Of je kan hier armen trainen. We hebben hier allerlei spullen
voor om aan te koppelen. Dus dit kunnen we vastmaken hier aan. We hebben een kleine bank waar je dus op kan liggen. En dan kan je zeg maar je push-ups kan je doen, maar dan omgekeerd. Dus je kan allerlei spieren hier trainen. En het werkt dus met vacuümcilinders. Dus we hebben geen gewicht. We zuigen als het ware in cilinders, twee van deze cilinders. En zo wekken we de kracht op. En dan zijn we eigenlijk bij een heel mooi stuk aangekomen. Ja, hier ook natuurlijk allemaal voorraden. Maar wat interessant is hierboven, tenminste voor ons nu boven, dat is namelijk de cupola. De cupola is de uitkijkpost van het ruimtestation. Het is een Europees element, gebouwd in Italië. En het heeft 360 graden zicht rondom. En dat is natuurlijk prachtig om op die manier rond te kijken. Wordt gebruikt voor de koppeling van vrachtschepen. En om bijvoorbeeld met de robotarm te werken. We hebben hier ook een robotic workstation. Daar komen we straks nog op. Dus met deze hendels daar kunnen wij de robotarm mee bedienen. Dat hebben we onder andere gedaan voor de Dragon. Dus daarmee kan je zeg maar de robotarm, de Canadese robotarm, kan je bedienen. En dan zien we dus hier onze prachtige planeet. Wij zien hem dus boven ons als we op deze manier naar buiten kijken. En het is helemaal rondom. Dus we kunnen 360 graden kunnen we rondkijken en ook nog een keer recht naar beneden. Het is een prachtige plek. En zo kunnen we ook nog even een blik werpen op het ruimtestation zelf. Want hier kan je dus heel veel zien van het ruimtestation. We kijken nu naar achteren toe. Take this off. So you can go a bit higher. En dan kunnen we bijvoorbeeld hier zien de Soyuz. Dus hier is de Soyuz waar we straks mee terugkeren. Dus dit is de Soyuz waarmee ik gekomen ben. En daarachter zien we de Progress. Dus waar we ook even in gegaan zijn. Ziet er een beetje hetzelfde uit. Dat is het ruimteschip, het vrachtruimteschip waar we ook even in gekeken hebben. En we kunnen helemaal in de verte de ATV zien. En de ATV die zit dus, want we kijken hier naar het Russische deel van het ruimtestation. En de ATV die met die schuine zonnepanelen daarachter, dat is dus waar we begonnen zijn. Dus het Europese vrachtschip. Dus dat is het Russische deel. Als we omdraaien zien we de kelder, de PMM. Waar we dat zeewier hebben gezien, zeg maar. En als we dan doordraaien, kijken we naar de voorkant van het ruimteschip met het US Lab. Dat zien we dan aan de voorkant. Daar gaan we straks heen. En daar links voor zien we Columbus, de module. En verderop de Japanse gedeelte, waar we straks zullen eindigen, de JEM. En natuurlijk enorme zonnepanelen. Ja, dus de Amerikaanse solar panels, maar ook de Russische, die hebben Russische elementen hebben zonnepanelen. En die leveren natuurlijk onze energie. Dus die draaien mee. Dus het zijn bewegende onderdelen. En die draaien mee en richten zich naar de zon. Om de hitte kwijt te kunnen, hebben we radiatoren. Die radiatoren die stralen uit. We hebben tenslotte geen lucht om af te koelen. Dus met die radiatoren kunnen we onze hitte kwijt. En het is natuurlijk een prachtige plek om te zijn. En als je recht naar beneden kijkt, of recht omhoog, het is maar hoe je naar de aarde wil kijken, dan zie je prachtig alles aan je voorbij trekken. De hoeksnelheid die we hebben is ongeveer die van een passagiersvliegtuig. We gaan tenslotte 8 km per seconde. Dus je moet met grote lenzen moet je zelfs een beetje meebewegen om het niet te wazig te laten worden. Dus zo vliegen wij rond. Niet echt te bevatten dat het 28.000 km per uur is. Dan dalen wij weer af. En hier beneden, nu kijken we naar beneden. Dan hebben we dus zeg maar de ERED weer. Dus hier zien we het platform van ERED onder ons. Dat kunnen we wel hier laten. Dat pikken we straks weer op. Oh, maybe we need it for the Soyuz. nu ziet het er hier een beetje anders uit. Want nu staat het allemaal op zijn kop.
Dit is een plek waar we een beetje privacy hebben. Daar kunnen we ons wassen. Dus waterzakjes en spiegeltje en dat soort zaken. Want we moeten elke dag flink sporten om een beetje in conditie te blijven. Loopband op de A-Red, dus fitness. En we hebben ook nog wat fietsen. Gaan we nu zo even naar kijken. Dan zijn we hier weer in nood 1 en op onze kop. En dan gaan we naar de voorkant toe. Laten we even omdraaien voor hoe het er dan uitziet. Change tape? 15 minutes. 15? Yes. Oké. Okay. Dit is dus het Amerikaanse laboratorium. En het heeft ook een mooie naam, Destiny. We komen hier dus door dit soort koppelstukken heen. En hier heb je ook echt een idee van het Amerikaanse deel, hoe dat emergency. We hebben hier dus allerlei, altijd in de modules, zuurstofflessen, maskers, brandblussers die we hier hebben om eventueel branden. Dit is met CO2 basis dus. Om die weer uit te maken. Hier wordt heel veel onderzoek gedaan. Wat we hier zien, laten we met dit stuk beginnen. Hier doen we de daily planning conferences op deze hoek. Ook weer emergency boeken, de laptops. Dit zijn de ATU's bij de Amerikanen. Dus dit zijn hier praten we mee met de grond. We hebben kanaal 1 en kanaal 2. De Russen gebruiken vaak 1 en wij vaak 2. Je kan alles ophangen aan de bovenkant, dus hier hebben we vaak de voorraden, de noodsignalen die komen hier op deze manier binnen. We gebruiken het platform om fototoestellen op te hangen. We hebben hier een printer, hier hebben we ook een koffer om eten warm te maken, wat we ook al bij de Russen zagen. En spullen voor robot operations, hier hebben we de tweede robotic workstation. En hier beneden ons zien we een brancard. Dus mocht er een medisch geval zijn, iemand moet gereanimeerd worden, dan moet je iemand vast kunnen maken. Dus we hebben een echte brancard om dat vast te zetten. En wat je ook ziet overal, dat zijn deze bungees. Die gebruik je ook om spullen onder vast te maken. En de handrails of footrails. Je krijgt heel tot de bovenkant van je voeten, want je houdt je altijd met je tenen zo vast. Dan word je heel handig in. Soms heb je van deze footloops, die zijn wel handig. Maar meestal hou je met je tenen vast onder deze rails. Wat ik hier heb is een medisch rek. Hier bevinden ze allerlei spullen om de omgeving te onderzoeken. Dus om luchtsamples te nemen, biologische samples of aan de oppervlaktes, CO2 te meten. Maar ook medische spullen. Dus we hebben zelfs voor serieuze zaken. Zoals defibrillator, beademingsapparatuur, allerlei medicijnen voor allerlei ernstige medische zaken. En natuurlijk ook gewoon voor kleine infecties, verwondingen en dergelijke. Boven ons zien we een van de wetenschappelijke rekken, maar wat interessant is, dit is de plek waar we water halen van ons voedsel. Dat doen we hier. We maken zakjes vast aan dit systeem. Dan kan je instellen of je warm of koud water wil. En zo kan je bijvoorbeeld je thee krijgen of je spersiebonen. Dat kan je hier, het is gevriesdroogd en dat kan je hier dan met water vullen. We hebben ook een koelkastje, we hebben verschillende koelkastjes. En hier hebben we bijvoorbeeld een Nederlandse bonusvoedsel, een Nederlandse kaas zitten. Hier zien we de waterzakjes, of drank. Dus die kan je dan hier ook nog een keer in koud maken. Dus het eten is helemaal niet slecht hier. Het is prima te doen. Overal kabels, van alles en nog wat. Er is heel veel apparatuur en ik heb bijna overal al mee gewerkt. Een van de dingen waar ik veel mee gewerkt is een experiment met dit apparaat. Dit is een longfunctieapparaat, Europees.
En dat hebben we gebruikt met deze fietsergometer. Deze fietsergometer, die kan je zo uitklappen. En dan maak je schoenen op vast en dan kan je zo fietsen. Hij hangt helemaal los, zodat je, want je wil niet experimenten stuk maken met veel kracht. Want hier is bijvoorbeeld een rek wat microzwaartekracht nodig heeft. Dus dat wil je niet verstoren. Dan worden kristallen ingebouwd met vloeistoffen. Dus vandaar dat dit los hangt. Dus dan, vier fietsen op, maximale inspanning. Terwijl we met dit apparaat de longfunctie meten. Andere dingen die ik bijvoorbeeld geïnstalleerd heb, is apparatuur om straling te meten in het hele ruimtestation. Want in de ruimte worden we tenslotte niet beschermd door de damping. Als we een stukje verder gaan, dan hebben we hier de plek waar we onze camera's hebben en lampen en dergelijke zaken. Aan de andere kant zien we de MSG, Micro Gravity Science Glovebox, gebouwd door Bradford Engineering in Nederland. Wordt erg veel gebruikt voor alle experimenten waar bijvoorbeeld stoffen bij vrijkomen. Verbrandingsgassen bijvoorbeeld, andere giftige zaken. Dus erg nuttig apparaat. Een ander rek wat we veel zien, we hebben drie van die rekken door Europa gebouwd, is de Melfi. En dit zijn vrieskisten tot bijna min 100 graden. En daar worden we bloed- en urinesamples in bewaard. Om later weer mee terug te brengen naar de aarde. Ja, verder overal spullen. Om de luchtkwaliteit te meten, wetenschappelijke experimenten, kabeltjes voor de KU-band, voor de heleboel. En de slaapcabine voor de zevende bemanningslid. En die slaapt hier. We kunnen even kijken wie dat dan is. En dat is Roborod. Dus een robot die al in gebruik is en al zijn kunstjes heeft laten zien. In de toekomst zal hij ingezet worden om routineklussen te doen. Of gevaarlijke dingen bijvoorbeeld naar buiten toe. Dus dat is de toekomst een beetje. Dat robots mensen gaan helpen. Dan gaan we vanuit het laboratorium. Vliegen we verder naar Node 2. Dat is het tweede koppelstuk. En dat is een interessante plek omdat daar onze slaapruimtes zijn. Nou is er geen gewicht en ik kan gewoon op mijn kop gaan staan en alle kanten op. Dat betekent dat je dus ook aan het plafond kan slapen. Dit is de cabine van Gennady en die slaapt dus aan het plafond. Je kan ook op de vloer slapen. Gewoon in de vloer zeg maar. En je kan rechtop slapen in de bezemkast. Dit is Joe's cabine, hier hebben we mijn cabine. En dit is je eigen plek. Er moet natuurlijk ventilatie zijn, dus er is altijd ventilatie aan, want anders ga je je eigen cocon van CO2 zitten. En dit is je eigen plek waar je je spullen hebt. Je slaapt in de slaapzak, dat heb je niet echt nodig, maar wel voor warmte, maar je hangt een beetje los. Je hebt je laptops daar, je kleding. En dit is echt de plek waarin je een half jaar woont. Dus je eigen huis. Overal zien we je filter inlaten. Hier laden we bijvoorbeeld batterijen op. Maar als je iets kwijt bent, dan kan je het vaak terugvinden bij de ingang van een filter. Ietsje verder hebben we onze werkplekken. Dus moest er een reparatie uitgevoerd worden, dan doen we dat hier ook vast. Alles moet vastzitten, dus al het gereedschap. Want alles zweeft tenslotte. En dus je moet zorgen dat alles heeft klittenband, elk pinnetje, alles zit vast of een ander systeem, maar je moet het ergens vastmaken met bunchies, noem maar op. Ook apparatuur als we op tv komen bijvoorbeeld, dan gebruiken we bijvoorbeeld dit soort camera's. Afval gaat in dit soort zakken, dus met een klem erop en dat stop je dan hierin, dus hier de droge afval zeg maar. En af en toe moet je de filters schoonmaken. We hebben gewoon elke zaterdag schoonmaakdienst, de filters reinigen. Er zitten hier rookmelders onder, dus de luchtstroom gaat langs rookmelders om te kijken of er ergens een probleem is.
Vroeger was hier de shuttle, de space shuttle, die koppelde aan, aan deze kant. En nu wordt het gebruikt om voorraden op te slaan. Hetzelfde voor hier beneden. Hier beneden is het luik waar de Dragon aan gekoppeld heeft. Dus de Dragon die staat hieronder. Die komt hier aan en dan kan het luik open. Dus door dit gat konden we naar de Dragon toe. Nu wordt het gebruikt om bijvoorbeeld watervoorraden op te slaan. Dit is water allemaal, technisch water in dit geval. Dat wordt gebruikt dus bijvoorbeeld in het systeem om weer zuurstof uit te maken. Dus we hebben heel veel watervoorraden. Als we hier, dit is dus de voorkant van het ruimtestation. En als we rechtsvoor, we hebben het net even kunnen zien toen we naar buiten keken, hebben we dus Columbus. Dan gaan we nu even het Columbus laboratorium. Het is heel compact, heel intens gebruikt, overal apparatuur en voorraden. Het zit helemaal vol met spullen. Dat is altijd een probleem in het ruimtestation, waar laat je al je spullen? Nou, dit zijn allemaal wetenschappelijke racks. Het kan vloeistoffysica zijn, dus het is FSL. Ik heb hier al nog dingen in geïnstalleerd. Dus het plafond wordt daar ook voor gebruikt. Het kan hier een rek zijn waar ik pas Althea heb geïnstalleerd. Dat is een stralingsmeting. Dus dat is om te kijken wat voor materialen we tegen stralingsbescherming kunnen gebruiken. We hebben hier een biologisch rek, Biolab. Dus met incubator om dingen warm te houden, centrifuge. Om dat soort biologische experimenten te doen. En hier hebben we veel medische reks. Dit zijn Amerikaanse rekken, de HRF. En we hebben ook een Europees, European Physiology Module. En hier worden dus veel experimenten gedaan op medisch gebied. Dus we kunnen ECG aansluiten, EEG, dus voor hersenonderzoek. We hebben een centrifuge voor bloedafname. We kunnen longfunctietesten doen. We hebben hier, hij staat hier nog buiten, bijvoorbeeld apparatuur om echo-opnames hebben we vandaag nog gedaan. Echo's van hart, van bloedvaten, we doen zelfs echo van de oogbol, om te kijken wat dat daarvoor veranderingen in plaatsvinden. En dan is iets wat we nog in gebruik aan het nemen zijn, dat is de Mares. Dat is een enorm beest dat we dat uitvouwen om spierkrachtmetingen te doen. Dus het Columbus rek. Boven zien we allerlei voorraden. Dus dit soort rekken die kunnen ook gekanteld worden, die kunnen geopend worden. En dus al die rekken die je ziet, ook de wetenschappelijke rekken, die kunnen geopend worden. En op deze manier kan je dus erachter komen, want daar zitten ook allerlei voorraden. Dus al die rekken, daar moet je soms ook achter wezen om iets te zoeken. Oké, dan vliegen we naar de overkant. En nog even wat we hierboven hebben. Hier stofzuigers. Hier zijn de stofzuigers om elke zaterdag het ruimtestation schoon te maken. Vliegen we naar de overkant. Nou, dit is de laatste module van het USOS. Dit is de Japanse module. Die is een stuk groter en ruimer. En ook hier allerlei wetenschappelijke apparatuur. Dit is een rek waar ik veel mee gewerkt heb. Voor vloeistoffysica te doen. Ik ga er morgen weer mee aan de slag. We hebben ook reparaties uitgevoerd. Dit is altijd een heel gepuzzel met al die kabels. Als ik hier werk, dan praat ik met Japan bijvoorbeeld. Dus als ik in dat laboratorium werk, kan ik praten met Huntsville of met München. En dan weer met Houston. Dus je praat met al die verschillende controlecentra. Dus ja, allerlei opslagruimtes, net zoals hier. En wetenschappelijke apparatuur. En voorraden. Van alles en nog wat. Dus het is best een interessante uitdaging om hier te werken.
We hebben hier ook nog een keer nog een Belfie waar we dus, bloed en urine samples in bewaren. En overal zie je trouwens die elektrische, de UOP's om elektriciteit te halen. En je ziet heel veel van dit soort, hoe noem je dat, kobold bricks, dus voor de stroomvoorziening. Joe is op dit moment bezig met dit apparaat voor het vloeistofsysteem. En hier doen we ook veel opnames voor de media, hè? Dus de PR's, de PAO events, dat wordt vaak hier gedaan. Dit is het Japanse robotic workstation, want de Japanners hebben namelijk ook een robotarm en die wordt vanuit hier bediend. Wat de Japanners ook hebben, want ze hebben een extern platform, dat is dit. Dit is de Japanse luchtsluis. En daarmee kunnen apparaten kunnen op een slee geplaatst worden en die kunnen naar buiten toe en dan is het, kan je buiten op een platform kan het geïnstalleerd worden. Dus even kijken of we daar nog wat van kunnen zien. Jazeker, dus we kunnen nog even snel een blik naar buiten werpen hoe dat er aan deze kant uitziet. Dit zijn de twee grote ramen aan de Japanse kant. Dus dat zien we ook mooi, de zonnepanelen. En we zien het externe platform. Dus daar kunnen dus die apparaten via de luchtsluis naar buiten gebracht worden. We zien ook een deel van de robotarm. De Japanse robotarm, de Canadezen zien we niet, die is aan de andere kant van het ruimtestation. Maar hier zien we de Japanse robotarm. En die is bediend kan worden vanuit het ruimtestation. Nou, via deze vlaggen van alle landen die meedoen aan het ruimtestation, komen we bij het laatste deel. En dat is, kunnen we even snel een blik inwerpen, dat is de JOP, dat is de Japanse zolder, zeg maar. En zeg maar de opslagruimte waar allerlei voorraden voor het ruimtestation ook zich bevinden. Het hoogste punt van Japan wordt het ook wel genoemd. Goed, nou hebben we het ruimtestation gezien. En ik moet op een gegeven moment terug. Want het ruimtestation, daar woon ik dus 6 maanden. Maar we gaan terug met de Soyuz. Nou, mijn Soyuz die hangt aan de onderkant van het ruimtestation. Dus ik heb hier met veel plezier gewerkt. Het was interessant, het was boeiend, het was hard werken. Het is heerlijk om te zweven, maar op een gegeven moment moet je toch weer naar huis toe. En dat betekent dat je je klaarmaakt op een gegeven moment om weer terug te keren naar de aarde. En dat doen we in de Soyuz-capsule. Daar vliegen we nu heen en dan gaan we nog even kijken hoe klein dat is in vergelijking met het ruimtestation. Zo, aan de voorkant van het Russisch deel, dus precies in het midden van het ruimtestation, is een nieuwe module aangebracht. Dat is de MIM-1. MRM-1. En daar zit onze Soyuz aan gekoppeld. En hier daal ik dus in af als ik terugkeer naar de aarde. Het is een nieuwe module. Het ziet er ook heel nieuw uit, heel licht. Het wordt gebruikt om wat dingen op te slaan en zo. En het belangrijkste voor mij dat het de toegang is tot de Soyuz-capsule. Daar gaan we nu in. Dus nu daal ik af in de Soyuz. Er bestaan er 3 delen. Ik wil het dus donker, kunnen, dus ik moet een lichtje aan gaan doen. Kijken.
Zo, dit is de BO. Dus dit is het leefgedeelte. Wat er tijdens de 2 dagen in de ruimte gebruikte. Hier zijn de ruimtepakken opgeslagen. Dus hier, deze ruimtepakken liggen hier te wachten. Dit is mijne. De naam staat erop. En deze, die hebben we weer nodig om veilig terug te keren mocht er een lek ontstaan. Dus hier gaan we dan ons omkleden. Het luik gaat dicht, hè. Dit luik wordt gesloten, gaat dicht. En dan trekken we ons ruimtepak aan en dan dalen we af in het landingsgedeelte. Daar gaan we nu even heen. En het is heel krap. Het is een soort speleologie, een soort grotonderzoek geworden. Dus je moet er op deze manier in. Dit is het luik. Dit wordt de buitenkant van het ruimteschip. Het leefgedeelte waar we net door kwamen, dat wordt afgestoten als mede het motorgedeelte. Zodra de motor gebrand heeft, wordt het systeem afgestoten samen met de zonnepanelen, het leefgedeelte. Alleen dit landingsgedeelte blijft over waar de 3 astronauten in zitten. Dus dit luik gaat dan dicht en dit wordt dan de bovenkant van de capsule. Dus pas op de grond gaat dit weer open. Nou, je kan er met je ruimtepak, wat dus heel krap, om er door te gaan. Je gaat zitten in de stoel van de commandant. Dan gaat het luik even dicht en dan schuif je op. Is wat. Zo gaat dat dus. Commandant, en dit is mijn stoel aan deze kant. Even kijken. En hier heb ik mijn procedureboeken. Dus hier kunnen we de landing op voorbereiden. Koptelefoon en natuurlijk heel belangrijk, alle riemen. Dus om goed vast te zitten, want we worden natuurlijk ineens zwaar, tot 4 keer zo zwaar. Om in deze kleine kuipjes, hier hebben we dan terug naar de aarde. En ik kan even het dashboard laten zien. We hebben een beetje een beeld hoe we dan terugkeren in deze krappe capsule. Dus als we eenmaal binnen zijn, gaat het luik dicht. Dus het luik wordt hier gesloten. En dan is dit het paneel waar we mee werken. Met alle kleppen voor de zuurstof. Een periscoop om te zien wat onze stand is. We hebben hier hendels om eventueel hetzelfde te kunnen sturen. En hier alle knoppen om het ruimteschip te bedienen. Om de haken los te maken en los te koppelen van het ruimtestation. En op deze schermen kunnen we dan zien of alles goed verloopt. Of dat we in moeten grijpen, over moeten gaan op andere motoren. Of met de hand moeten sturen. En als we eenmaal op de grond zijn, dan zijn in de atmosfeer zijn dit soort kleppen belangrijk die we moeten bedienen. Hier is apparatuur voor onze ruimtepakken om die te testen of ze luchtdicht zijn. We draaien nog ongeveer 2 banen om de aarde na loskoppelen. Vervolgens op 140 kilometer hoogte. Op 400 kilometer hoogte is ongeveer boven de Atlantische Oceaan gaat de remmotor aan. En dan komen we in een iets lagere baan. Dan op 140 kilometer hoogte boven Noord-Afrika, boven Libië, valt het ruimteschip in 3 delen uit elkaar. De BO, dus het bovenste leefgedeelte, dat verbrandt. Het motorgedeelte hebben we niet meer nodig, dat verbrandt. We gaan met onze eigen batterijen en kleine stuurmotoren gaan we verder in deze krappe capsule.
En ja, die gaat op 100 kilometer hoogte echt heel heet worden. En dan schieten we als een vuurbal door de dampkring heen. Om vervolgens met iets van 900 km per uur, van 28.000 terug naar iets van 900, op 10 km hoogte aan een parachute te komen hangen. En dan dalen we nog iets van een kwartier af. En dan ja, ergens in de Kazachse steppen komen we dan aan de grond. Rond een uur of twee Kazachse tijd op zondag 1 juli. Dus in deze kleine capsule eindigt mijn tijd in het ruimtestation. En dat is prachtig. Dus hier wil ik het er ook graag mee afsluiten. Tot ziens.